ik zeg altijd maar, hoe de mensen zijn ontstaan, zijn ze ontstaan. Het eerst wat ze aten, is noten. En die gaan wij proeven. En als het rauw heel goed smaakt en gebrand goed smaakt, dan bestellen we gewoon van diezelfde partij, bestellen wij. Dan komt het hier, je moet ook altijd naar de kleur kijken. Wij branden dan wel elektrisch, maar zodra de noten erin gaan, gaat de temperatuur altijd iets omlaag. Omdat, dus je kan niet zeggen, het 2 minuten klaar daaruit. En daarna wordt het dus, en dan wordt het klaargezet voor transport. En we hebben altijd hele korte lijnen. We willen dus niet dat onze klanten ook de noten heel lang in voorraad hebben. Dus alles wordt iedere week constant controleren. Controleren, proeven, dat is eigenlijk een van de belangrijkste aspecten eigenlijk. Dat je dat goed is. En dat, ja, daar valt of staat je bedrijf mee. Als de mensen niet met elkaar op kunnen schieten of ze hebben niks voor elkaar over. Of als de een voor de ander denkt dat ze de kantjes eraf lopen. Het is totaal niet aan de orde. Want ook goed, dat is eigenlijk het geheim van een goede noot. En je moet het natuurlijk wel weten te vinden en te kopen. En het is iedere dag toch wel anders. We hebben natuurlijk altijd op de markt ook gestaan. Dat was ook iedere dag anders. Was ook hartstikke leuk altijd. En ja, ook altijd gewoon goed. En ja, nu ook. Je bent altijd nog met productontwikkeling bezig. En ja, het is echt. We zijn toch echt wel workaholics.